Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario 3D Land. Het is tijd voor wereld 4, level 5. Dit wordt een interessant level, want er zijn allemaal van deze blokjes. En die kunnen best wel irritant zijn, want je weet niet wat ze gaan doen. En ze verdwijnen weer. Oké. En we kijken natuurlijk ook weer goed uit naar... kijk, naar van die... grote coins die je ergens kan halen. Ik denk, voor mijn gevoel heb ik er dus al een gemist, maar we gaan het zien. Deze roze zijn meestal voor coins. Nu blijkbaar niet. Dus nu voor gewone coins alleen. Oké. Deze. Oh, dat is de eerste. Oké, het gaat nog goed. Altijd terugkijken, want je weet hoe dat in deze games gaat. Nee, waarom weet hij dat? No, dat is niet eerlijk. Oké. Oh, deze moeten we even opnieuw doen. Oké, ik voel me genaaid. Oh, dat was scheef. Wat de fuck gebeurde daar? Oké, opnieuw. Oké. Het gaat alleen om die middelste coin die hij mist omdat iets niet helemaal goed ging. En dan zijn we gewoon alweer bijna voorbij deze wereld. We moeten bijna weer naar het schip toe. En dan zien we wel waar het schip strandt. Naar beneden. Mag ik? Nog een keer. Wat is dit voor een besturing, zeg? Jezus. Heb ik echt helemaal niks aan hun level. Yeah.
What the fuck gebeurt hier nou weer? Kan ik die halen? Nee, ik denk niet dat ik die kan halen zonder Tanuki Suit. Ofwel. Yeah. Oké. Okay. Gelukkig maar. Ik was echt op weer tantoe boos geworden op die kutbesturing van deze game. Wahoo in the nationing. Goed. Wereld 4 bijna uitgespeeld. Oh nee. Totaal geen zin in. Hoe ga ik dit ooit halen? Oh zo. Nice, nice. Ik ben benieuwd of ik nu niet iets gemist heb, want het zou wel zonde zijn voor die Easter egg dat ik die haal en dat ik er niks aan heb. Ja, zie je, ik heb dus eentje gemist. Haal je een Easter egg, heb je er nog niet eens iets aan. Die beneden is ook wat, maar het is nooit handig genoeg voor iets wat ik nodig heb. Oké, pompom incoming. Pompom incoming. Dat was Pompom. Oké. Okay. Wow. Nice. Oké, okay, we moeten alleen terug voor die ene coin. Dat is niet zo spannend. We moeten alleen terug voor die ene coin. Yahoo. Kijk wat hier beneden is, want hier beneden moet dan ergens die ene coin zijn. Mag ik beeld? Oké. Okay. Ja.
Auw. Ik ga heel even beneden kijken. Ik liep er gewoon bijna af doordat het weer... Er helemaal niks aan. Dan moeten we dit waarschijnlijk opnieuw doen, want met één leven vind ik pompom wel lastig. Oh, diepte in dit level, joh. Of diepte in deze game bedoel ik. Diepte in deze game is amazing. Niet echt. Het was sarcasme. Beeld. Goed. Mevrouw Pam Pam. Gaan we weer. Oh god. Nice. Dag, poming, poming. You going. Nice. Goed, weer een level gecomplete. Wereld 5. Oh, we hebben weer een brief. Weer een foto van Peach, zeker. Fijn dat Bowser er even een foto van maakt. Help me. Nou, oké dan. Oeh, ik zie Pokepummels. Je moet het maar weten. Meteen een dikke skip. Hierachter iets. Oeh, een P. Jammer, ik hoopte dat dat zou werken.
Nice, ik loop ernaast door de leuke diepte van deze game. Een deur, midden in een klif, leuk. Interessant. Oké, concentratie heeft gewerkt. Alle pokies nog even pummelen. Dan gaan we onszelf even afschieten. Ik heb hem op de vlaggenmast. Oh, ik denk dat als ik hem... Nice. Leveltje helemaal gecomplete. Yay. Wahoo in the dationing. Oeh, volgens mij is het komende level, vind ik wel een vet level. Laten we die nog even erin squeezen, deze aflevering. Een soort van tempel is dit volgens mij. Ja, deze vind ik wel vet. Uitroepteken. Oké, ik moet die vuurbloemetje hebben. Even kijken of we die ergens kunnen fixen hier. Wacht. Ik heb weer een vuurbloem. Moet ik dan in een ander level een vuurbloem halen om daar verder te kunnen? Dat vind ik wel heftig. Thank you.
Dat was de laatste zelfs. Oké. Okay. Blijkbaar heb ik daar dus een vuurbloem voor nodig en... Oké, hoe ik aan die vuurbloem ga komen weet ik even niet, maar dan moeten we misschien nog rond de camera even kijken. Maar die kan je dus alleen halen als je het vuurbloemetje hebt. In ieder geval één van de twee dingen kan je alleen maar halen als je vuurbloemetje hebt. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je heel graag bij de volgende aflevering van Super Mario 3D Land. Adios, amigos.